بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته De profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij werd eens gevraagd om te bemiddelen tussen een conflict die was ontstaan tussen twee mensen. En dit conflict had betrekking op bepaalde bezittingen die zij hadden. En er was meningsverschil over tot wie deze bezittingen eigenlijk behoorden. Dus zoals gewoon was in de tijd in Medina, wendde zij zich tot de profeet sallallahu alayhi wa sallam om te bemiddelen. Hij was degene met autoriteit. Hij was degene die de positie had van rechter, van staatsman en profeet, allemaal tegelijkertijd. Dus wanneer er conflicten ontstonden in Medina, was de profeet sallallahu alayhi wa sallam standaard de persoon tot wie je wendt. Dus deze twee, zij gingen naar hem toe. En er wordt in sommige overleveringen vermeld dat één van de twee behoorde tot de hypocrieten. Oftewel, in Medina had je een groep mensen die zich voordeed als moslim, maar in feite niet was. En de andere persoon, dat was een oprechte metgezel. En zij gingen naar de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, en de profeet, hij sprak in voorkeur van de metgezel. Niet omdat hij een metgezel is, of niet omdat de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, wist dat de een een hypocriet is of niet, maar omdat de kwestie die werd voorgelegd daadwerkelijk in voordeel was van de metgezel. De man echter, die was daar niet tevreden mee. En hij stelde voor om de kwestie ook voor te leggen aan Abu Bakr, radiyallahu anhu. Dus zij gingen naar Abu Bakr toe om dezelfde kwestie voor te leggen, om te zien wat zijn mening zou zijn. En ook Abu Bakr, radiyallahu anhu, hij besliste in voordeel van de metgezel. En opnieuw was de man niet tevreden. En hij stelde voor om nu te gaan naar Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu. En had hij dat maar niet gedaan. Want zij kwamen aan bij Umar en zij legden de situatie voor. En ook Umar, radiyallahu anhu, hij gaf aan dat de metgezel in een voordeelspositie was en dat hij er meer recht op had. Waarna de metgezel zijn beklag begon te doen bij Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Hij zei, O Umar, we zijn geweest bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam en hij gaf mij gelijk. We zijn daarna geweest bij Abu Bakr en hij gaf mij gelijk. En nu zijn we aangekomen bij jou en jij geeft me ook gelijk. Het is nooit genoeg voor deze persoon. Hij gaat altijd op zoek naar een ander totdat in zijn voordeel wordt gesproken. En Umar die hoorde dit aan en hij vroeg aan die man, deze man die dus constant van verschillende personen wisselde. Hij vroeg aan hem, is dit waar? Klopt dit? En de man die zei ja. Dus hij schaamde zich er ook niet voor. Hij zei ja, klopt. Dat is het geval. En Umar, hij vertrok even, hij ging naar binnen. Na een tijdje kwam hij weer naar buiten. En wat hij deed was iets chockerends. En dat is dat hij die man bestrafte door eigenlijk ter plekke een einde te maken aan zijn leven. En op dat moment ontstond er chaos in Medina. Waarom? De hypocrieten, zij kwamen naar buiten en zij eisten het hoofd van Umar ibn Khattab. Omdat hij een persoon heeft gedood, zonder dat er sprake was van rechtspraak of iets dergelijks. Zij vonden dat hij impulsief had gehandeld en dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam dus ook Umar moest veroordelen. Dus er ontstond chaos in Medina en ook de metgezellen die wisten niet zo goed hoe ze hierop moesten antwoorden, omdat ze inhoudelijk een punt hadden. Als personen het recht in eigen handen nemen, dan zorgt dat voor heel veel onrust. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij bleef geduldig wachten. Totdat er openbaring kwam waarin Allah subhanahu wa ta'ala zich uitsprak ter verdediging van Umar ibn Khattab. Omdat de reden dat Umar zo had gehandeld, was vanwege de houding van deze man die op zoek was naar fitna. En die erop uit was om onrust te veroorzaken. En er zijn een aantal ayat in Surat An-Nisa geopenbaard hierover. Maar de ayat die relevant is voor vandaag, voor het onderwerp dat we vandaag gaan bespreken,
is ayah nummer 65. Waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Oftewel, Allah subhanahu wa ta'ala, hij zegt hier, bij jouw Heer. Dus Allah subhanahu wa ta'ala, hij begint met het zweren. En het is iets wat veelvuldig voorkomt in de Koran. Op vele plekken in de Koran zweert Allah subhanahu wa ta'ala bij een verscheidenheid aan zaken. Allah subhanahu wa ta'ala, hij zweert bij de zon. Hij zweert bij de maan. Hij zweert bij Fajr. Hij zweert bij de duisternis. Ja, wadduha, walleil, walshams, walqamar, walnazi'at. En ga zo maar door. Zoveel plekken in de Koran waarin Allah subhanahu wa ta'ala zweert. En het is uniek voor Allah dat hij mag zweren bij alles wat hij wilt. Hij mag zweren bij alles wat hij wilt. En wanneer Allah subhanahu wa ta'ala zweert bij iets, dan zegt dat iets over hetgene waar hij bij zweert. Namelijk dat het iets groots is. En voor ons is dat niet weggelegd. Jij en ik, voor ons is het alleen toegestaan om te zweren bij Allah wanneer het nodig is. Dus wat dan te denken als Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran zweert bij zichzelf. Zoals hij doet in deze ayah. Om vervolgens met een boodschap te komen. Dus hij zweert eerst bij zichzelf en vervolgens zegt hij: zij geloven niet. Zij geloven niet. Over wie heeft Allah het? Allah spreekt hier over de hypocrieten. En wat is de eigenschap van de hypocrieten waardoor Allah subhanahu wa ta'ala zegt dat zij niet geloven? Zij geloven niet totdat zij jou, oftewel de profeet sallallahu alayhi wa sallam, nemen als een rechter. Als degene die recht spreekt tussen de mensen. Hij is degene die bepaalt wat goed is en wat fout is. Hij is degene dat wanneer een beslissing wordt gemaakt door hem, dat dat bindend is en dat dat opgevolgd moet worden. En niet alleen dat, niet alleen is het zo dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam die autoriteit heeft gekregen, maar daarbovenop nog een eigenschap is dat je in jouw hart geen enkele vorm van weerstand ondervindt bij die regelgeving, bij die beslissing die is gemaakt. Oftewel, op het moment dat Allah of de profeet sallallahu alayhi wa sallam iets voorschrijven, dan is het niet voldoende voor de gelovigen om simpelweg te volgen. Simpelweg volgen is het laagste niveau. Is het laagste niveau. Maar het hogere niveau is op het moment dat je ook in jouw hart geen enkele vorm van weerstand ondervindt bij het opvolgen hiervan en dat je er volledig bij neerlegt. Zonder twijfel. Zonder twijfel. Niet omdat je de regelgeving op zich begrijpt. Niet omdat je de wijsheid zo goed doorhebt. Dat is geen voorwaarde. Maar dat je het opvolgt omdat je weet van wie het afkomstig is. Namelijk Allah subhanahu wa ta'ala. Al-alim al-hakim. De alwetende, alwijze. Omdat je weet wat de bron is, volg je het op. Dat is een eigenschap van de gelovigen. En dat is hetgene waar die mensen niet aan voldeden. Want toen de beslissing van de profeet sallallahu alayhi wa sallam kwam, was het niet voldoende voor ze. Zij waren op zoek naar een bepaalde uitkomst. En pas toen ze die kregen, pas op dat moment zouden ze tevreden zijn. Maar die hebben ze niet gekregen. Het onderwerp, beste broeders en zusters van vandaag, zoals jullie wellicht voorbij hebben zien komen op de flyer, gaat over de hijab. En nu kun je je wellicht afvragen, wat heeft deze introductie te maken met de hijab? En voordat ik daarop ga antwoorden, moet ik hierbij ook zeggen dat dit een onderwerp is dat niet alleen betrekking heeft op de vrouwen. En het is niet alleen relevant voor de vrouwen. Want ik kan me voorstellen dat je nu hier zit en denkt van hijab, oh, ik ga er vandoor. Die hoef ik niet te dragen. Maar de man, die heeft een bepaalde verantwoordelijkheid en een bepaalde positie om er zorg voor te dragen dat de vrouwen in zijn gezin en in zijn huishouden worden opgevoed met dit idee. Met het idee van de hijab en de bredere context daarvan.
En wat de introductie te maken heeft met het onderwerp, beste broeders en zusters, is dat Allah subhanahu wa ta'ala ons als moslims heeft opgedragen om ons te onderwerpen aan hem. Om onze eigen wil neer te leggen en te plaatsen in zijn handen. Wanneer Allah subhanahu wa ta'ala iets wilt, dan leggen wij ons daarbij neer. Ook als het niet goed voelt. Ook als het niet overeenkomt met jouw rationaliteit. Ook als het niet overeenkomt met wat jij denkt dat beter is. Wanneer is vastgesteld dat Allah subhanahu wa ta'ala iets heeft bepaald, dan leggen we ons daarbij neer. En dat betekent dat al datgene wat Allah in zijn sharia, in de Koran, in de sunnah, wat daarin wordt genoemd, alles wat daarin wordt genoemd, dat wordt daarin genoemd omdat het bedoeld is om gehoor aan te geven. En dat is hetgeen waarmee wij Allah subhanahu wa ta'ala aanbidden. Dat is hetgeen waarmee wij dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala komen. En naarmate wij ons verder afwenden van de islamitische regelgeving, dan wenden we ons ook verder af van Allah. Dat is een logisch gevolg. Als een persoon nabijheid wenst bij Allah subhanahu wa ta'ala, dan moet je dit kunnen zien aan zijn daden. Dan moet je dit kunnen zien aan zijn handelen. De plek van overtuiging, die begint ergens. Die begint bij het hart. Dat is waar het fundament ligt. En wanneer die overtuiging genesteld is in het hart, dan brengt dat vruchten met zich mee. En die vruchten, dat zijn de handelingen die wij verrichten. Het kan zijn dat een persoon deze vruchten laat zien of het beeld daarvan schetst, terwijl het niet aanwezig is in het hart. En dat zien we in de vorm van de hypocrieten, waar Allah subhanahu wa ta'ala veelvuldig over spreekt. Maar wanneer een overtuiging is genesteld in het hart, dan komt dat tot uiting middels daden. En wanneer een persoon claimt dat er een overtuiging aanwezig is in het hart, maar het komt niet tot uiting, dan is er iets mis in het hart. Dan is er iets mis in het hart. Het is onmogelijk dat een persoon liefde heeft voor Allah in zijn hart, maar dat dat niet ten uitvoer komt in zijn daden. En een van de meest openlijke daden die is voorgeschreven in de gehele islamitische wetgeving, een van de handelingen die zelfs dient als een uithangbord van de islam, is de hijab voor de vrouw. Is de hijab voor de vrouw. Het behoort tot een van de islamitische rituelen en symbolen. En vandaag, beste broeders en zusters, wanneer we het hebben over de hijab, dan kunnen we dit onderwerp bespreken vanuit verschillende invalshoeken. Wanneer we het hebben over de hijab, dan kun je het hebben over de bewijsvoering. Oftewel, dat we gaan kijken naar de Koran en de Sunna en gaan zien wat Allah subhanahu wa ta'ala en de profeet sallallahu alayhi wa sallam hierover hebben gezegd. Om dat te bespreken. Om vast te stellen dat de hijab een verplichting is. Dat is één perspectief. Een ander perspectief is de geschiedenis van de hijab en van kuisheid in zijn algemeen. En dat je wellicht zelfs vergelijkend door de geschiedenis heen gaat en kijkt naar de verschillende gemeenschappen en je ziet dat kuisheid altijd hoog in het vaandel heeft gestaan. Een ander perspectief is dat je de hijab kunt bespreken vanuit een breder context, namelijk dat de hijab een onderdeel is van kuisheid in zijn algemeen en de effecten van de hijab wanneer die aanwezig is en de effecten van de afwezigheid van de hijab. Oftewel, je kunt alle kanten op. Maar ik wil dit onderwerp vandaag behandelen vanuit een persoonlijk perspectief. Namelijk vanuit perspectief van ibadah. Vanuit perspectief van ibadah. Namelijk dat je vasthouden aan de hijab, dat dat een daad van aanbidding is waarmee je dichterbij Allah subhanahu wa ta'ala komt. Want in de realiteit is het zo dat verreweg de meeste moslims heel goed op de hoogte zijn van de verplichting van de hijab. Verreweg de meeste moslims, uitzonderingen daargelaten, maar verreweg de meeste moslims
Zowel de mannen als de vrouwen zijn heel goed op de hoogte van de verplichting van de hijab. Het feit dat het veelvuldig wordt genoemd in de Koran, het feit dat het veelvuldig wordt genoemd in de Sunna, en het feit dat hier consensus over bestaat vanaf het moment van de metgezellen. Vanaf de eerste generatie was het direct al een consensus. En die consensus die ging zelfs verder dan de hijab zoals wij die zien vandaag de dag. Namelijk alleen de hoofddoek. Die ging verder dan dat. En de meeste zusters die aan het worstelen zijn met de hijab, die worstelen in werkelijkheid niet met de overtuiging of het daadwerkelijk een verplichting is. De overtuiging, of beter gezegd de twijfel of de hijab een verplichting is, is iets wat is ontstaan omdat men tegen obstakels aanloopt. En het behoort tot de natuur van sommige mensen dat wanneer je iets niet kunt doen, dat je op zoek gaat naar redenen om het niet te doen. Of dat je op zoek gaat naar een rechtvaardiging om jezelf te beschermen. Om jezelf te beschermen. En dat vinden we in alle aspecten van de sharia. Wanneer een persoon het gebed niet verricht, dan zal hij zeggen, ja, ik ben buiten gelikt door een hond. Dus ik ben onrein. Ik kan niet bidden. Of ik moet werken. En ik mag niet bidden van mijn baas. Ja? Hij zal alle soorten redenen en argumenten naar voren halen om excuses te verzinnen. En degene die hier in extreem gaat, die zegt, ik heb een goed hart. Oftewel, hij wekt de indruk alsof het gebed niet nodig is. En zo ook als het gaat om het vasten. Als een persoon niet vast, dan zal hij een verscheidenheid aan redenen noemen om eigenlijk zijn situatie te rechtvaardigen. En zo ook met de hijab. Wanneer een zuster moeite ervaart met het zich onderwerpen aan de hijab, dan zijn er sommige van hen, niet allemaal, sommige van hen die zullen gaan tot aan het niveau dat ze de hijab zullen betwisten. De aanwezigheid van de hijab in de Koran en de Sunna. En daar zullen een hele reeks aan argumenten uit voortkomen waarom de hijab niet wordt voorgeschreven. Maar in de realiteit is het zo, beste zuster, en dan in het bijzonder de zuster die struggelt met de hijab, jij weet dat het een verplichting is. Je bent de ayat tegengekomen. Je bent de overleveringen van de profeet sallallahu alayhi wasallam tegengekomen. Je hebt de omschrijvingen gezien van de vrouwen van de profeet sallallahu alayhi wasallam die bedekt door het leven gingen. En je hebt ervaren en gemerkt dat door de eeuwen heen de hijab onbetwist is. En het pas in deze tijden is ontstaan dat er twijfels worden gezaaid. En wanneer dat het geval is, dan weet je genoeg. Dus de eerste stap naar de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala is eerlijkheid. Is eerlijkheid. En beste broeders, terwijl we hier zitten en het hebben over de hijab, en ik dit soort punten aanhaal, kan het zijn dat de dingen die ik noem in jouw persoonlijke leven van toepassing zijn. Dan niet met betrekking tot de hijab, maar met betrekking tot wellicht iets anders. Dus probeer de achterliggende redenaties die ik benoem, probeer daarop te reflecteren en bij jezelf na te gaan, welke redenen, welke excuses gebruik ik in mijn leven om bepaalde verantwoordelijkheden te omzeilen. Maar wat de hijab betreft, hier is geen discussie over mogelijk. En het behoort tot een van de symbolen van de islam. En zelfs Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran, hij noemt de hijab en hij noemt vervolgens de redenen waarom de hijab verplicht is gesteld. En een van die redenen is dat het een islamitisch symbool is aan de hand waarvan jij je islamitische identiteit uitstraalt. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, ja ayyuhan nabi, قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. Dus Allah subhanahu wa ta'ala, hij spreekt hier de profeet sallallahu alayhi wa sallam aan. En wanneer hij hem aanspreekt, zegt hij, o profeet, zeg tegen jouw vrouwen, zeg tegen jouw dochters, en zeg tegen de vrouwen van de gelovigen, oftewel de vrouwen van de moslims
hun dochters, hun moeders, hun echtgenotes, zeg tegen hen dat zij zich moeten bedekken. Zeg tegen hen dat zij zich moeten bedekken. Waarom? Dat is beter voor hen, zodat zij herkend zullen worden als moslims. Zodat zij herkend zullen worden als moslims. En zodat zij met rust worden gelaten. Dus besef dat de hijab als het ware jouw uniform is. Waarmee je duidelijk maakt dat jij een moslim bent. Dat is jouw uithangbord. Dat is jouw visitekaartje die je afstaat. Dat is waarmee men weet, dit is een moslim. En er zijn vele regelgevingen in de islam die hierop duiden. Het mannelijke equivalent is bijvoorbeeld het hebben van de baard. Even los van de meningsverschillen over de lengte en dergelijke. Maar ook dat is een uiting van zijn islam, is een uiting van zijn identiteit. Dus de hijab, beste zuster, dat is een uiting van jouw iman. Dat is een bewijs van jouw iman. Het wil niet zeggen dat als jij de hijab niet draagt dat je geen iman hebt. Dat is niet wat wordt gezegd. Maar het is een bewijs, het is een teken. Dus hier dien je belang aan te hechten. Dit is iets serieus. En er zijn meerdere overleveringen die worden vermeld op basis van Aisha radiallahu anha. Op basis van Safiya radiallahu anha. Zij vertellen dat toen de ayat van de hijab neerdaalde, toen zij woonden in Medina, dat de vrouwen in Medina direct opvolging gaven aan dit bevel. Toen de ayat neerdaalde, Aisha zegt zelfs in haar overlevering, in haar versie, zij zegt zelfs dat de vrouwen van de Ansar heel bijzonder waren. Dat het bijzondere vrouwen waren. Dat toen de ayat van hijab kwamen, dat zij direct op zoek gingen naar kledij om zichzelf mee te bedekken. En sommige van hen, die hadden niet voldoende om zichzelf mee te bedekken. Dus zij trokken de gordijnen van de muren om vervolgens zichzelf te bedekken met het gordijn. Dus dit laat zien hoe fanatiek zij waren en hoe gedreven zij waren om de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala te verkrijgen. Dus beste zuster, dit is jouw voorbeeld. Dit zijn jouw grootmoeders. Dit zijn jouw rolmodellen. En besef dat de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala begint bij het nakomen van de verplichtingen. Het begint bij het nakomen van de verplichtingen. We maken onszelf vaak wijs dat wanneer wij bepaalde verplichtingen nalaten, dat wij middels vrijwillige daden toch nog, en sorry dat ik het zo direct zeg, maar toch nog goede moslims kunnen zijn. En ik weet dat dit cru klinkt. En ik weet dat over het algemeen dat wanneer je zusters aanspreekt, dan hoor je zachtaardig te zijn. Maar dit is niet alleen een bericht naar de zusters. Dit is een bericht ook naar de broeders. Omdat wij dit net zo doen, maar dan met andere zaken. We maken onszelf wijs dat wanneer wij tekortkomingen hebben in onze verplichting, en met tekortkomingen bedoel ik het bewust nalaten, dat wij dat kunnen opvullen met iets anders. Met vrijwillige daden. Terwijl de profeet sallallahu alayhi wa sallam vermeldt in een hadith Qudsi. En een hadith Qudsi wil zeggen dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam de woorden van Allah overlevert. Maar dan in zijn eigen bewoording. En hij zegt, وَمَا يَتَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي. Dus dit wil zeggen, dit zijn de woorden van Allah. De dienaar, mijn dienaar, die komt niet dichter bij mij. بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ. Met iets dat geliefder bij mij is. مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Oftewel datgene wat ik hem verplicht heb gesteld. Datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala verplicht heeft gesteld, dat is de weg om dichter bij Allah te komen. Dat is de eerste stap. Dus je kunt niet de tevredenheid van Allah verkrijgen, dat is een fabel die we onszelf voorhouden, als jij bewust afstand neemt van de verplichte zaken. Alle verplichte handelingen. Wanneer jij die bewust nalaat, dan is er geen sprake van nabijheid met Allah. En dat is niet om te zeggen dat het iets moeilijks is of dat het iets grofs is. In feite, Allah subhanahu wa ta'ala, de verplichte zaken die hij voor ons heeft voorgeschreven, zijn niet veel.
zijn niet veel in aantal. Het vraagt niet veel van je tijd. Het vraagt niet veel van je moeite. Het vraagt niet veel aandacht. Het vraagt toewijding. Het vraagt overtuiging. Maar er is geen weg naar de tevredenheid van Allah zonder de verplichte zaken. En pas wanneer je de verplichte zaken hebt voltooid, dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala volgens deze hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam: en mijn dienaar die zal niet stoppen met dichter bij mij komen middels de vrijwillige daden bin nawafil. Hatta uhibbahu. Totdat ik van hem ga houden. Oftewel, de juiste volgorde is dat jij eerst de verplichte zaken nakomt. Wanneer jij die verplichte zaken nakomt, daarmee kom je dichter bij Allah. Daarmee val je op bij Allah. Daarmee verstevig je je band met Allah. En vervolgens, als je daaraan hebt voldaan, dan bouw je daar bovenop, bouw je de vrijwillige daden. En met die vrijwillige daden, daarmee verkrijg je de liefde van Allah. Daarmee verkrijg je de liefde van Allah. En in alle aspecten van ons leven is dat duidelijk, is dat helder. En hebben we dat scherp voor onszelf. Als iemand zojuist met Salat al-Asr, stel dat iemand was binnengekomen. En diegene die had hier gestaan. En hij had 2 rak'at van Tahiyat al-Masjid had hij hier gebeden. En vervolgens zou hij opstaan en vertrekken op het moment dat de iqama gaat. En iemand spreekt hem aan en zegt: broeder, waar ga je heen? Hij zegt: ik heb net gebeden. Ik heb net gebeden, dus klaar. En je zegt tegen hem van: ja, maar het is tijd voor Asr nu. Hij zegt: ja, geen probleem. Ik heb gebeden. Wat zal je reactie zijn op hem? Is dit een logische handeling? Is dit iets waarvan je zegt van: oké, ja, klopt, hij heeft gelijk, hij heeft gebeden. Als iemand in de avond komt en hij heeft Salat al-Isha niet gebeden en hij sluit direct aan bij Tarawih. En vervolgens, als Tarawih klaar is, dan spreek je de broeder aan en zeg je van: broeder, ik heb je Isha niet zien bidden. Had je dat thuis al gebeden? Hij zegt: nee, ik heb Isha niet gebeden, maar ik kwam alleen naar de moskee voor Tarawih. Maar ga je Isha dan niet bidden? Nee, ik heb gebeden. Ik heb Tarawih gebeden, ik heb 8 rak'at gebeden. Wat maken die 4 dan uit? Wat zal je reactie zijn? Zou je kunnen zeggen van: ja, klopt, hij heeft een punt. Hij heeft 8 of 11 heeft hij gelezen. En die 4, hij heeft maar 4 achterwege gelaten. Is dat logisch? Nee, is niet logisch. Is niet logisch. Wanneer een persoon buiten de Ramadan om, elke maandag en donderdag vast. En misschien zelfs die 13, 14, 15 van elke maand ook erbij vast. En dan wanneer Ramadan aanbreekt, zie je hem eten, denk je: broeder, wat ben je aan het doen? Hij zegt: ja, ik heb het hele jaar al gevast. Zeggen we dan: oh ja, dat is logisch. Hij heeft inderdaad door het hele jaar heeft hij gevast. Dus hij heeft meer gevast dan de hoeveelheid dagen in Ramadan. Nee, is niet logisch. Met al deze zaken, dan krijg je een error. En dan denk je: wat ben je aan het doen? En de hijab lijkt een van die uitzonderingen op de een of andere manier. Dat als het gaat om de hijab, dat we wel de veronderstelling hebben: deze laat ik achterwege, maar ik ga bijvoorbeeld wel dit doen of dat doen of zus doen of zo doen. Niet om die extra daden, om daar denigrerend naar te doen. Niet om te zeggen dat ze niet geaccepteerd zullen worden. Dat zeg ik niet. Het is goed dat je dat doet. Het is heel goed dat je dat doet. Maar je bent een muur aan het verven met een gigantische gat in het midden. Je bent aan het dweilen terwijl de kraan open is. Dus het dweilen wat je aan het doen bent, dat zal misschien een beetje water weghalen, maar het water blijft doorstromen en de problemen blijven zich opstapelen. Totdat je die verplichting nakomt. En wat dat betreft, is het voor de moslimvrouw, de weg naar het paradijs, die is in... over het algemeen is makkelijker dan voor de man. Waarom zeg ik dit? Omdat de man, naast de verplichtingen die geldig zijn voor ons allemaal, voor zowel de man als vrouw, nog aanvullende verantwoordelijkheden heeft waar hij aan moet voldoen en waarover hij ondervraagd zal worden. Denk aan kwesties met betrekking tot geld, waar hij zijn geld verdient en waar hij het aan uitgeeft. Denk aan zijn verantwoordelijkheid over zijn gezin. Denk aan de verantwoordelijkheid die de man heeft
in de da'wa over het algemeen, waar, laten we eerlijk zijn, de rol van de mannen over het algemeen sterker vertegenwoordigd is dan de vrouwen. Niet om te zeggen dat de vrouwen geen da'wa verrichten, maar als we het hebben op da'wa op groot niveau, dan kun je dat niet doen zonder de mannen. Terwijl als we kijken naar de positie van de vrouw en hoe zij het paradijs kan bereiken, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam in een hadith, die wordt verteld door Abu Huraira en is verzameld in een collectie van Ibn Hibban. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij zegt, wanneer een vrouw haar 5 gebeden verricht. Wanneer een vrouw haar 5 gebeden verricht. En die 5 gebeden hoeft ze niet in een moskee te doen. Gewoon thuis. Wanneer een vrouw haar 5 gebeden verricht. Vast in de maand Ramadan. Waakt over haar kuisheid. En haar man gehoorzaamt. Zij zal het paradijs betreden door elke deur die zij maar wenst. Door elke deur die zij maar wenst. Zij hoeft zich geen zorgen te maken over geld verdienen. Zij hoeft zich geen zorgen te maken over verantwoordelijkheden buitenshuis. Zij hoeft zich geen zorgen te maken over al die zaken. Deze 4. Deze 4. Wees standvastig in jouw gebeden. Wees standvastig in jouw vasten. Waak over jouw kuisheid. En dat is waar de hijab naar boven komt. Waak over je kuisheid. En tot slot, gehoorzaam jouw echtgenoot. Doe deze 4 zaken. En jij betreedt het paradijs binnen door elke poort die je maar wenst. Dus als je kijkt naar deze 4 zaken, beste zuster, vraag jezelf af, van deze 4, waar voldoe je aan? En je hebt geluk. Als je niet getrouwd bent, vervalt eentje. Ja? Vervalt eentje. Daar hoef je niet eens naar te kijken. Dan heb je die 3 die overblijven. Doe deze zaken en de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij heeft beloofd dat jij het paradijs betreedt via elke deur die je maar wenst. Dus de overtuiging dat de hijab iets is wat is voorgeschreven, dat behoeft geen verdere uitleg. Maar er zullen redenen zijn die een zuster aanhaalt waarom zij de hijab niet draagt. En daar wil ik heel even bij stilstaan voordat we zo meteen gaan afsluiten, inshallah. Want een van de meest gehoorde argumenten is dat een vrouw zegt, wanneer zij de hijab niet draagt, ik ben er nog niet klaar voor. Of ik voel het nog niet. En dit is een duidelijke misleiding van de shaitan. Dit is een duidelijke misleiding van de shaitan. Dit aspect van gevoel, die komt heel prominent naar voren als het gaat om de hijab, maar die zie je ook terug in andere daden van aanbidding. Die zie je ook terug in andere daden van aanbidding, zowel bij de man als bij de vrouwen. Dat aspect van gevoel is de overtuiging of het idee dat men denkt dat daden van aanbidding pas goed zijn wanneer het gepaard gaat met een gevoel. Of dat het gevoel aanwezig moet zijn en pas een daad wordt verricht. En dit is misleiding eerste klasse. Als jij een daad van aanbidding verricht en dat gaat vervolgens gepaard met een gevoel dat Allah in jouw hart plaatst, dat jij de zoetheid van iman proeft, dan is dat mooi. Dat is mooi meegenomen en dat is een gunst. Maar het is geen voorwaarde. Het is geen voorwaarde. Dat gevoel heeft niets te maken verder met de onderwerping in eerste instantie. Met de overgave in eerste instantie. Zoals we weten, heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam in de bekende hadith die we noemen hadith Jibril. Toen Jibril alayhi salam naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam kwam en hem wat vragen stelde. De meeste van jullie zullen deze hadith wel kennen. Jibril die stelde in eerste instantie eigenlijk fundamenteel 3 vragen. Namelijk dat hij hem vroeg, akhbirni anil islam, akhbirni anil iman, wa akhbirni anil ihsan. Deze 3 zaken. Dat is het fundament van de hadith. Waarom deze 3? Waarom deze 3? Deze 3, omdat dit de 3 niveaus samenvat waarop een gelovige kan zitten. De eerste niveau, en dat is het laagste niveau, is het niveau van islam. Daarbovenop komt het niveau van iman. En daarbovenop
En dat is het hoogste, komt het niveau van ihsan. Het niveau van islam houdt in dat wanneer Allah iets zegt, dat jij het doet. Punt. Ongeacht gevoel, ongeacht het idee dat je erbij krijgt of de emoties die het bij je oproept, of dat het helemaal geen emoties oproept, zijn helemaal niet relevant hier. Waar het om gaat is, je onderwerpt jezelf. Je hoort iets, Allah heeft iets gezegd, je doet het. De profeet sallallahu alaihi wasallam heeft iets gezegd, je doet het. Je onderwerpt jezelf. Dat is het laagste niveau. Het laagste niveau. Het tweede niveau van iman, daar komt al een wat sterkere overtuiging bij kijken. Daar komt een sterkere overtuiging bij kijken. En die overtuiging die zet jou ertoe dat je nog een aantal stappen verder gaat dan dat alleen. En dat je in staat bent om meer te doen dan alleen het minimale. En dan heb je het derde niveau, het hoogste niveau. En dat is ihsan. En dat is dat jij Allah aanbidt alsof je hem ziet. Oftewel, je hebt bij wijze van spreken een constante bewustzijn van de aanwezigheid van Allah. Constant ben je op je hoede omdat je beseft Allah kijkt mee. Wanneer een zonde jouw kant op komt, een zonde zich aanbiedt aan jou, zelfs als je alleen bent, in het geheim bent, zelfs dan neem je er afstand van. Waarom? Allah kijkt mee. Dat is het hoogste niveau. Dus wanneer wij praten over gevoel en het moet goed voelen en al deze zaken, dat komt later. Dat komt later. Maar dat pleit jou niet vrij van de initiële verplichting die er staat. Namelijk dat je je onderwerpt aan dat idee. Dus het niet goed voelen van iets, dat moet geen obstakel zijn voor jou, beste zuster. Om de hijab te dragen. Dat moet geen obstakel zijn. Want wat als dat gevoel nooit komt? Wat als dat gevoel nooit komt? Wat als jij tegenover Allah komt te staan en Allah jou vraagt, waarom heb je de hijab niet gedragen? Zul jij dan op dat moment tegen Allah zeggen, omdat ik het niet voelde? Maar waren zijn woorden dan niet duidelijk? Waren de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, waren die dan niet voldoende voor jou? Als moslim zijnde? Wat is dat gevoel? Dat gevoel is niets anders dan misleiding. Dat gevoel is shaitaan die jou voor de gek houdt en tegen jou zegt, nee, wacht, dat komt later wel. Die tegen jou zegt, nee, hou je bezig met extra gebeden. Die zegt tegen jou, nee, hou je bezig met goedheid naar je ouders. De shaitaan, en besef dit, is een heel belangrijk leerpunt. De shaitaan, die gaat met iedereen op een verschillende manier. Hij gaat met iedereen om op een verschillende manier. De ene, die is al zo verloren, shaitaan hoeft hem alleen een duwtje te geven naar een grote zonde en hij vervalt erin. De andere persoon, die valt er niet direct in, hij moet eerst via de kleine zondes, stap voor stap, gaat hij richting de grote zonde worden geduwd. Hij pakt iedereen op een andere manier aan. Degene die op het hoogste niveau zit en die naar het hoogste streeft, de shaitaan kan deze persoon afleiden met goede daden. Onthoud deze. De shaitaan die kan iemand doen afdwalen middels goede daden. Hoe doet hij dat? Wanneer een persoon zich vastklampt aan de woorden van Allah en aan de bevelen van Allah, zal de shaitaan hem ervan overtuigen dat een kleinere daad meer prioriteit heeft dan een grotere daad. Snap jullie die? Ja, zie het voor je als een trap. Als je een trap voor je ziet. Je hebt mensen die staan helemaal beneden, mensen die staan in het midden en mensen die staan helemaal boven. Als iemand beneden staat bij de eerste of de tweede trede en jouw doel is om hem eraf te duwen, wat zal je doen? Hij is al bijna bij de grond. Duwen en hij valt. Duwen en hij valt. Er is niks aan de hand. Maar wat betreft degene die in het midden staat en je ziet dat hij zich bewust is van jouw aanwezigheid, die zul je op een andere manier aanpakken. Die zul je misschien, je zult hem bij de hand nemen en zul je zeggen, oké, laten we een paar stapjes naar beneden nemen. Hierboven is lawaai, ik hoor je niet. Kom naar beneden. Oftewel allerlei soorten redenaties aanhalen om je stapjes naar beneden te halen. Maar wat betreft degene die helemaal bovenaan staat. En hij staat niet alleen bovenaan, hij kijkt de shaitaan in zijn ogen aan. Hij ziet hem, hij weet het. Hij is zich daar bewust van. En niet alleen dat, hij heeft zijn hand vast op de leuning. En hij heeft hem stevig vast. Dus je kunt hem niet duwen. Je kunt hem niet meetrekken. Je kunt hem niets wijsmaken. Wat zal hij moeten doen? Hij zal hem toch op de een of andere manier moeten overtuigen om een paar stapjes naar beneden te zetten. Dus wat doet hij?
Hij zal deze persoon ervan overtuigen om de grotere daden van aanbidding, om die te laten en te focussen op de kleine daden van aanbidding. En jij staat nooit stil bij het feit dat dit een influistering is. Waarom? Omdat je goede dingen aan het doen bent. Wat is het probleem? Je bent toch goede dingen aan het doen? Er is niks aan de hand. Maar waar het hier om gaat, is niet goede daden of slechte daden. Waar het hier om gaat is, Shaitan haalt jou omlaag qua niveau. En dat is hetgeen waar je naar moet kijken. Dus dat gevoel, als die er niet is, beste zuster, negeer dat gevoel en ga ervoor. Een ander veelgehoord argument is dat men zegt, ik ben bang voor de reactie van mijn omgeving. Ik ben bang wat mijn klasgenoten zullen zeggen. Ik ben bang wat mijn baas zal zeggen op werk. Ik ben bang in sommige gevallen wat mijn familie zal zeggen. En wat ik nu zal antwoorden is makkelijker gezegd dan gedaan, maar dat is het altijd. Praten is altijd makkelijker dan doen. Maar dat neemt niet weg dat het zo is. En dat is dat mensen in jouw omgeving altijd wel wat op te merken zullen hebben. Dat houdt niet op. Dat zal niet eindigen. Niemand heeft een omgeving die zich 100% houdt aan de islam en dat bestaat uit perfecte moslims, omdat dat niet bestaat. Dat bestaat niet. Dus je kunt daar geen rekening mee houden. Waar je wel rekening mee kunt houden, is dat er een dag zal komen dat jij in je graf zult liggen en jouw omgeving die gaat jou plaatsen in dat graf en loopt vervolgens weg. En dan lig jij daar alleen. Met jouw verantwoordelijkheden, met jouw daden, zowel goed als slecht. Dus de omgeving waar je nu zo heel veel van aantrekt, dat is diezelfde omgeving die jou zal verlaten. Degene die van jou houden en degene die je haten. Allebei. Zelfs degene die het meest van jou houden. Je ouders, je kinderen, broers, zussen, je beste vrienden of vriendinnen. Op het moment dat jij in je graf wordt gelegd, niemand van hun gaat met je mee het graf in. Ze zullen weigeren. Ze zullen dat niet doen. Ze zullen jou daar achterlaten. Dat is diezelfde omgeving waar jij je nu zo druk om maakt en jouw beslissingen aangaande het hiernamaals door laat beïnvloeden. Dus de reactie van je omgeving, die blijft altijd. Die blijft altijd. Dat zul je nooit wegnemen. Dus als jij wacht op het moment dat jouw omgeving zich aanpast, precies zoals jij wil, zodat je het leventje dat jij voor ogen hebt, dat perfecte kleine leventje, dat jij dat kunt leiden, dan blijf je voor de rest van je leven in een fantasie vastzitten. Want dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Dus de omgeving die je hebt, beste broeder en beste zuster, die gaat je niet baten. Die gaat er niet voor zorgen dat het makkelijker wordt gemaakt voor jou. Een ander argument dat wordt genoemd is, ik werk aan mijn innerlijke hijab. Ik werk aan mijn innerlijke hijab. En ik zeg dit niet spottend. Want er is sprake van een innerlijke hijab, als we het zo willen noemen. Wat ik daarmee bedoel, is waar ik net naar verwees in de lezing, is dat de hijab meer is dan alleen een stuk kleed. De hijab is meer dan alleen een hoofddoek. De hijab is volledige bedekking en bijbehorend gedrag. En ook het bijbehorende gedrag en de hijab van de vrouw is weer onderdeel van een breder spectrum als het gaat om de doelstellingen van de sharia. En dat is het bewaren en het behouden van kuisheid. Kuisheid onder de mensen. Dus de hijab die speelt daar een onderdeel in. En een persoon die kan dus zeggen van ja, ik focus me eigenlijk op andere zaken. Die zegt bijvoorbeeld, ik draag nog geen hijab, want ik praat nog met jongens in mijn klas. Ik draag nog geen hijab, want ik wil eerst oefenen om bijvoorbeeld geen handen te schudden op werk. Allemaal van dit soort argumenten. En dit soort argumenten die zijn goed bedoeld. En als een vrouw bezig is om zich daarop te focussen en daarmee bezig te zijn, dat laat zien dat zij de essentie van de hijab aan het begrijpen is. Dat ze weet dat het meer is dan alleen een doekje over je hoofd. Dus dat een vrouw zich daarmee bezighoudt is iets goeds. En ga daar ook vooral mee verder. Ga er vooral ook mee verder. Maar besef dat jij het belangrijkste achterwege laat. Je haalt de versieringen, maar je vergeet de kerstboom. Dat is niet een helemaal goede vergelijking in de moskee. Ja. Maar jullie begrijpen het punt.
Jullie begrijpen het punt. Ja, het is hetzelfde, laat ik even een ander voorbeeld bedenken die wat past in halal-norm. Ja, dat jij ervoor kiest om het lekkerste autogeurtje te halen die er bestaat op de markt. Die is duur. Denk maar aan een geurtje, Tom Ford of weet ik van wat nu in is tegenwoordig. Je betaalt er 80, 90 euro voor. Heerlijk autogeurtje, maar je hebt geen auto. Je gaat met de bus elke dag. Wat ga je met dat geurtje doen? Snap je dat voorbeeld? Dus wanneer jij kuisheid wilt bereiken door de hijab over te slaan, dan gaat dat jou niet lukken. Jouw hijab zal jou bijstaan in kuisheid. Jouw hijab zal jou en jouw omgeving helpen om die kuisheid te bewerkstelligen. En het laatste argument dat ik wil bespreken is dat er wordt gezegd dat ik nog zondes bega. Ik draag de hijab niet, want ik bega zondes. En ik wil niet dat ik gezien word, dat ik een zonde bega, terwijl ik de hijab draag. Dan liever dat ik word gezien, dat ik die zonde bega, terwijl ik de hijab niet op heb, zodat de hijab niet besmet raakt met deze ideeën. En alhoewel dit een nobele gedachte is, een nobele gedachte in die zin, dat je niet wilt dat de hijab, dat een symbool is van de islam, een ritueel is van de islam, dat daar niet verkeerd naar wordt gekeken, dat is een nobele gedachte om op die manier om te gaan daarmee. Maar het is een misleiding als het gaat om jezelf. Het is een misleiding als het gaat om jezelf. Want feit is, jij zult nooit het punt bereiken dat je geen zondes begaat. Dat is nummer 1. Kullu bani Adam khata. Elke kind van Adam maakt fouten en begaat zondes. Dus dat punt ga je nooit bereiken. Als je daarop gaat wachten, kan je net zo goed vandaag opgeven met alles. Want dat ga je niet redden. De daadwerkelijke oplossing is standvastig blijven op die verplichtingen, ondanks jouw zondes. Ondanks je fouten. En dit is iets wat we om ons heen zien. Zowel bij broeders als zusters. Als ze worden beproefd en ze komen te vervallen in een grote zonde, wat is het eerste wat ze doen? Ze stoppen bijvoorbeeld met bidden. Of ze scheren hun baard weg. Of trekken de hijab af. Oftewel, shaitaan heeft je een schop gegeven. En wat is jouw volgende reactie? Je gaat liggen zodat hij je nog een keer kan schoppen. Dat is wat je feitelijk doet. Terwijl, wat zou de juiste reactie moeten zijn? Wanneer de shaitaan jou een schop geeft, dat jij een stap zet extra richting Allah. En niet meegaat in die gedachte van, ja, maar dan ben ik een hypocriet. Of wel hijab dragen en dan dit doen. Nee. Allemaal misleiding. Allemaal influisteringen. Streef oprecht. En dat is waarom ik de lezing daarmee begon. Oprechtheid, eerlijkheid. Streef oprecht en eerlijk naar de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Wanneer je dat voorneemt en de stappen daartoe zet, Allah subhanahu wa ta'ala, hij zal jou steunen en hij zal je helpen om dat doel te verwezenlijken. Maar, beste zuster, en hiermee sluit ik af inshallah. Wat belangrijk is, is dat je dit niet uitstelt. Niet langer, het is voorbij. Het is genoeg geweest. Hoe lang ben je al aan het uitstellen? Hoe lang wacht je al? Weken? Maanden? Jaren? Hoe lang ben je aan het wachten? En hoe lang ga je nog wachten? Totdat Allah subhanahu wa ta'ala jouw ziel neemt en dat het te laat is? Hoe lang nog? Je bevindt je nu in de gezegende maand Ramadan. En de laatste 10 nachten die staan voor de deur. Nog een paar nachten en we zijn er. Als er ooit een moment is geweest waarvan je kunt zeggen het gevoel is goed en de timing is goed, dan is dat nu. Dan is dat nu. Dan is die beslissing nu aan jou om die stap te zetten naar Allah subhanahu wa ta'ala, op hem te vertrouwen en daar standvastig op te blijven. Maar dat zou moeten betekenen dat jij nu, vandaag, en denk niet gelijk van, oh, maar dat komt straks of morgen. Nee, vandaag die stap zet. Dat je vandaag die stap zet en niet langer uitstelt. We vragen Allah subhanahu wa ta'ala om ons standvastigheid te schenken. We vragen hem om ons te vergeven voor onze zondes.
We vragen Allah om ons te beschermen tegen de influisteringen van de shayateen en tegen de influisteringen van de mensen. We vragen Allah subhanahu wa ta'ala om onze goede daden, om onze gebeden, om onze vasten, om onze sadaqat, om die te accepteren, om onze tekortkomingen daarin en onze gebreken daarin, om die te vergeven. En we vragen Allah om ons en onze gezinnen, onze ouders, onze kinderen en onze omgeving, om die te zegenen en te vullen met iman. Tot slot vraag ik Allah subhanahu wa ta'ala om ons te laten behoren tot de mensen van het paradijs en de bestraffing ver weg van ons te houden. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.